Van Roosje. Ja, door Roosje. Aristokatten, oh my god! Aristokatten is ook baas! Ja, hier was ik dus al bang voor. Hè? Maar hoe gaat... Dus Emiel is een bro die met dingen wil gooien of zoiets? Brotos, ja. Bro... Brotos. Hey bro, why you toss? Oké, dit wordt heel leuk. Gooit met broeders. Gooit met bro's. En je broeders? Zou dit werken? Hell ja, yeah, een roosje. Zeker wel. Ah, ik vind nog steeds dat je fijn in niemand. Na 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 Batman. De aristokatten zijn ook echt super tof. Ik krijg gewoon weer van random mensen te horen van hey nice skin. Oh hallo. Wat ook best wel als stom zinnen is. Ik had eerst de Bowser skin van Rammus. Ik geef voor de Magic Armor, ik denk het haast wel. Ik denk niet eens dat ik hem ga gebruiken. Hoe kreeg je dat ding nou net boven? Die kun je met je Claw Shot pakken. Met je hoekschot. Claw Shot is deze. Niet zeuren, het is hoekschot. Niet bedoelen. Weet je wat ik ook... Nee. Niet zeuren, mijn vleeskeuren. Zal ik... Oh wacht, je kan Okko natuurlijk niet... Ah! Ik denk, ik ga Okko gebruiken, ga ik naar het begin en loop ik meteen door en laat ik Okko lekker achter. Maar dat gaat niet. Want je hebt Okko niet in deze... Je mag niemand achterlaten. Waarom niet? Wat ik het zeg. Ze komen toch wel eruit. Maar wat ik tegen Mulder zeg, ik ga waarschijnlijk voor de Magic Armor. Maar eigenlijk alleen voor Prestige, want ik ga hem waarschijnlijk niet gebruiken. Je had het met Okko gedaan. Dan heb ik Okko niet gevonden. Dat kan ook. Oh, kak, 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 kak. Caitlyn en een andere. Fuck. Weet je wat ook leuk is? Spelen jullie wel eens Aram? Aram, oh mijn god. All random, all mid. Ja, hey. Dat is vet. Dat hebben wij nog niet gedaan. Dat moeten wij nog steeds gaan doen. Alleen, ja, het komt er nooit van. Omdat ik van die leven vrienden heb die alleen maar normaal spelen. Maar ik wil sowieso nog een keer Arm gaan doen. Dan ben je echt trouwens wel hoe ga je dat zeggen, zonder te vloeken. Dan heb je echt wel een probleem als je tegenover Soraka en Blitzkring staat. Best Arm combo ever. Oké, tot zo, Zerk. Fuck jullie. Hey, rustig aan. Sorry. ik leef me te veel in op het spel. Ja, dat heb ik ook. Maar... Gelukkig kan ik nog enigszins... Nee, nou ga ik weer naar boven, hè. Yep. Nou ja, dan doen we het gewoon een andere manier. En ik kan er natuurlijk niet vanaf. Gaat dit ook niet werken? Oh. Dan gaan we naar beneden. Ben ik alweer een uur bezig? Jee. Ik ben alweer een uur bezig. Ik wil eigenlijk kijken of ik nog bij Temple in the Sky kon. Ja trouwens, dat ga ik misschien gewoon redden om daar te komen. Hop. Oh. Oh, ik kan weer een stukje naar boven. Oh, oeps. Heb je echt geen Okko? Die krijg je echt verplicht. Nee, ja, nee. Ik heb geen Okko. Kijk dan! Oh. Derp. Die heb ik wel. Nothing sad. Oeps. Ik
Ja, nu ben ik er al bij. Nou, ga ik ook niet meer opkomen. Ja, nee, oké. Okay. Blijkbaar heb je Okko wel, want anders zou je Glitch Falls... Ja, ik heb net gekeken en hij stond inderdaad in mijn inventory. Ah. Oeps. Nou, volgens mij is het niet helemaal waar wat ik trouwens nou zeg, hoor. Want ik weet, bijvoorbeeld bij de eerste tempel zit hij in een potje en dat potje hoef je niet per se open te maken. Dus ik... Volgens mij heb je niet altijd Okko. Ja, deze dungeon klopt, ja. Oh god, ze hebben ook echt bijna onze turret nu al neer. Dat herinner ik me nou ook ineens van een uur geleden. Ja, oké, okay, derp per derp. Waarom moet ik iets weer gaan doen? Oh. Bij deze is het. Ja, oké. Oké, jongens, oké, okay, don't judge me. Ik trouwens, ik doe een empty bottle. Ga ik dit redden? Waarschijnlijk niet. Gaan we het... Oh. Oh, fucking hell. Never mind. Ja, scoop hem dan. Ja. Ik heb in ieder geval een reden om Feyenoord even in de kijk te zetten. Ja. Geef niet door Emil, morgen gaat FC Twente... ja. Hey, Wiki. Wiki, hey. Oh, dan moet ik zelf mee te doen, help. Maar het is gewoon cool, dat is het nou juist, ja, daarom. Ja, is waar. Ik heb gewoon mijn eigen team, zo. Oh. Hey, ik heb ook zo ongeveer mijn eigen team, zo, want ik ben de robot van Bassie en Adriaan. Hey, Bassie. Oh ja, dat was... Hey, Bassie en Adriaan. Slaan. Oh jee! He's firing his laser. Komt hij weer? Derpy derp bezig. Ik wacht gewoon tot hij hier langs komt, dan sla ik hem al. Natuurlijk komt hij hier langs. Gaat hij weer. Emiel, wat ga je straks streamen eigenlijk? Gaat hij wel niet zo, dat weet ik. Ja, nu jij wel daar, hè? Stom beest. Oké. Snap ik niet meer hoe wat. Gewoon zo volgen.
Oh, wacht even. Nee, ik weet het weer. Oh ja, wacht, kak. Oh, oh. Verkeerde inventory screen. Nee, ik heb het eindelijk weer door. Het is te lang geleden dat ik dit gedaan heb. Oh, hier. Eggs! Dat ziet er best wel nasty uit trouwens. Top! En hartjes, hè? En hartjes. Oh, niet zo hard, niet zo hard, niet zo hard, niet zo hard. Ah. Ja, maar Emiel, dat heb ik echt met alle bossen in Twilight Princess. Ze zitten echt zo vet in elkaar. Niet alleen deze. Ik vind ze allemaal echt heel tof. Moet gerecht worden. Kort. Voordat ze uitkomen, het liefst al. Dan zijn ze niet zo irritant namelijk. Ja dan, het is een spin. Veel vetter dan de SS-bossen, zeker mee eens. Zeker omdat je eigenlijk maar 5 verschillende bossen hebt met SS. Of na 5 niet normaal. Oh, Ricardo later jongen. Of nee, wacht, hij gaat helemaal niet weg. Zie je wanneer hij zijn leven vindt. Oké. Zijn scheid. Sorry, ik zit weer helemaal verkeerd te lezen. Deuntje vet. Kan ik niet gewoon dit doen zo? Dat werkt niet, hè. De deuntje is super cool. That tune. Wat de hel? Een spin in Harry Potter? Ja. Ja? Nou, daar hoef je niet voor te lachen hoor. Toen ik 12 was, vond ik dat ook eng. Ja, ik zit trouwens random in mezelf aan, daar niet van. Dat doet iedereen! Dat is leuk. Luigi! Ik zei niet van, ja ik zag het, vuur te lijden, ja, daarom zei ik, het ziet er best nasty uit Ricardo, sorry. Ik zit half te lezen en half te vechten, dat moet ik natuurlijk niet doen. Denk. Hey Peter. Is Peter ook nog hier? Hallo Peter! Hey, nog maar 1 tempel te gaan. Of eigenlijk, na 2 eigenlijk. 3? Nee, 3 zelfs. Veel te veel te doen. Joi. Nee, we gaan niet saven. Saving is for the week. Wist je dat de dude waar je dat bloemen gebruikt voor Fish in the Sky in City in the Sky, is dat gek? De dude waar je dat boek moest gebruiken, vlak bij de City in the Sky. Ik zou eerst haast eerder zeggen dat die kozen met dat die in de post komt brengen een tingel is. Nee, dat is de mail guy. Die zat ook al in Ocarina of Time. Ah. Wat dat betreft zijn Ocarina of Time en Twilight Princess best wel gelijk aan elkaar.
Maar speelt het, speelt het ook niet af in dezelfde tijdperk van Zelda? Nee. Nee? Ja, weet ik trouwens niet. Ik heb het verhaal niet echt goed bekeken, want ik vind het toch zwaar. Ja. Nee.